Hey, vandaag weer een kaartje. Tweede niveau. Dus gisteren, of wanneer ik hem ook geplaatst heb, een kaartje in het Simply Stamping. Enkel papier en inkt. Vandaag gaan we de bijpassende pons er ook bij gebruiken. Bij de set is een Daisy Punch. En die gaan we vandaag gebruiken. Ik heb de zonnebloemstempel op het blok gedaan. En ik heb een basiskaartje, ik ga leuk een schattig klein kaartje maken van 10 bij 10. Dus 20 bij 20 afgesneden. Ik beïnkte de stempel. En ik ga de achtergrond willekeurig met de Daisy bestempelen. Willekeurig, maar ik laat ze niet overlappen. Ik ga ze los van elkaar stempelen. Is dat duidelijke taal? Ja, dat ik er niet zo overheen zet. Dat vind ik niet mooi, dan wordt het rommelig. Ik mag wel de zijkanten nog. Kijk dat het hele vlak bedekt is. Dat vind ik mooi. Zou ook al heel mooi zijn. Maar vandaag gaan we wat extra's doen. Ik heb hier weer een restje Whisper White. Ja, dat is genoeg. Om hem in ieder geval één keertje eruit te ponsen. Dus ik stempel hem eerst. En vervolgens pak ik mijn pons erbij. Dan is het altijd eventjes kijken van, ja, hoe past die goed? En dan klem je hem op een gegeven moment vast. Ik pons nog niks, maar eerst ligt hij los, maar nu ligt hij dus wel vast. Ik vind bijna alle kantjes mooi. Eventjes goed rondkijken. En dan pons je hem uit. Nou, super mooi. In één keer. Ik doe even met mijn boonfolder. Gewoon mijn vouwbenen. Goh, ik begin af en toe al een beetje Engels te praten. Zo'n enkele is mooi, maar ik vind hem zelf eigenlijk dubbel nog mooier. Oké, nou, dan doen we er nog eentje. Ik heb nu geen restje Whisper White meer. Dus dan doen we maar gewoon een nieuw velletje. Zuinig in het hoekje. Hè. Ik heb mijn mat eronder, hè, want het zijn van die dunne stempels. En die afdruk of leg wat tijdschriften op elkaar, dat je even een wat zachtere ondergrond hebt. Zeker als je op zo'n glazen plaat werkt, dat is op zich heerlijk. Want je hebt in ieder geval een vlakke ondergrond. Maar het is wel mooi om hem om je stempel goed te krijgen, dat de ondergrond nu wat zachter is. Ik merk wel dat als ik gewoon van tevoren filmpjes opneem, ik ben vandaag echt zo'n hele dag aan het filmen, dan word je wel wat serieuzer. Tussendoor volg ik af en toe een webinar van de training die ik volg. En daarin zeggen ze ook wel, ja, op een gegeven moment is het ook wel zo dat als je veel online doet, dat je een beetje zelfzorg gaat in jezelf praten. Maar ik praat nu tegen jullie in de camera. Ah ja, zie je. Het doet het eigenlijk nog eventjes. Nou, eigenlijk niks. Eigenlijk, dit doet het gewoon veel beter. Yes. Hou ik het helemaal in die blauwe kleur? Ja, vind ik wel mooi eigenlijk. Niks eigenlijk. Het is gewoon zo. Kijk, nu heb ik twee bloemen. Dus als ik toch denk van, ik wil toch nog wat meer kleur erin. Dan kan ik hem altijd nog. Ik was natuurlijk op die andere kaartje ook met Bermuda B bezig. Ik vind hem nu mooi zo. Okay, zo zie je hem niet, dus we doen hem zo over elkaar heen. Maar er moet natuurlijk nog een tekstje op. En we waren met hippiepoera. Hyper de piepoera bezig. Hyper de piepoera. Oh, is dat heerlijk als je van die restjes hebt. Waar je het gewoon zo uit kan halen. Dat doe ik vaak met een rondje van die hoekjes eruit. Misschien is dat wel grappig ook bij deze. Zie je dan dat het blaadje is?
Nee, maar het doet het wel leuk. Eventjes die. Krijgt het kaartje net weer eventjes een ander. Dimensietje. Zag je dat? Ik gooi het gewoon op de grond. Er is eigenlijk niks voorbij, maar ja. Volgens mij is het toch handiger om me dat wel aan te wennen. Soms die kleine dingetjes. Dan ben ik uren bezig met het op te pakken. Even de stofzuiger er langs en het is ook weg. Kiepen de piepoera. Ga ik hem hier uit laten komen? Of ga ik hem hier zo doen? Niet zo voor de hand liggend. Het is leuker als het iets minder voor de hand liggend is. Misschien is het wel grappig om hier nog een strookje... Nee, we gingen het niet te moeilijk maken. Hè? Ik zeg een strookje van een papiertje van teen of tander. Nee, we doen het gewoon zo. De eerste bloem ga ik vastplakken met Tombow. Ik trek me niet zoveel aan van die bloem met de achtergestempel, maar toevallig zit Dina ook daar, zie ik nu. Dus dan moet hij een beetje naast komen, want ik wil hem niet op dezelfde plek hebben. Ja, Tombow moet eventjes drogen. Vervolgens pak ik een dimensional voor het volgende bloemetje. En dan draaien we hem natuurlijk een beetje, dat hij er niet recht op zit. Zo. Kijk, dan krijgt hij een... Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Een mooie verhoging. En deze gaan we hieronder plakken. En omdat ik dat andere al verhoogd heb, ga ik hem dan wel verhogen. Ja, is toch wel leuker een beetje. En dan kan er evengoed wel een bloemblaadje overheen. Dus naast dat je weer mooi papier, de stempel zet en inkt, gebruiken we bij deze kaart ook de pons. Met dezelfde set. Hyper de piep, hoera. Leuk om die weer eventjes tevoorschijn te halen. Veel plezier ermee. Dit was weer Ellen van bij Ellen uit Rinnegom. Doei!